Eén keer eerder werd Willem Holleder veroordeeld voor afpersing. In 1983 ontvoert hij met vier vrienden bierbrouwer Freddy Heineken. De familie Heineken moet 35 miljoen gulden losgeld betalen. Wij willen het gevraagde bedrag betalen. Luister nu naar me, dit is belangrijk. Na drie weken worden Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer door de politie bevrijd. Holleder wordt veroordeeld tot 11 jaar cel. Het politieonderzoek gaat de geschiedenis in als een groot succes, maar was dat wel terecht? In Reporter de ontvoering van Freddy Heineken met niet eerder vertoonde authentieke beelden en geluidsopname. De beelden die u ziet zijn van de ochtendspits op de A12 bij Utrecht. Ze zijn gemaakt met een infraroodcamera vanuit een helikopter van de politie. Het is 28 november 1983. Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer zijn al bijna drie weken spoorloos. Maar vandaag komt er een einde aan de kidnap. De politie heeft besloten het losgeld te betalen. Het zit in deze auto. Achter het stuur zit undercover-agent Dick Steffens. In zijn kofferbak liggen vijf postzakken met in totaal 35 miljoen gulden, bijna 16 miljoen euro. Steffens krijgt via een portofoon opdrachten van de ontvoerders. Als hij bij een viaduct aankomt, neemt Willem Holleder contact met hem op. Toen kreeg ik opdracht te stoppen. Stop, stop, riep hij. En ik moest mijn auto op de vluchtstrook zetten. En toen kreeg ik opdracht om naar de vangrail te lopen en de vijf zakken die ik in de auto had liggen over de vangrail het taluut in te gooien. De zakken met geld? De zakken met geld, ja. Jullie kunnen zien waar de zakken in zijn gegaan? Nee, dat hebben wij niet kunnen zien. Nee, ik heb de daders niet gezien. Ik heb wel wat schimmen beneden gezien, maar absoluut niet herkenbaar. U had niet ook de opdracht om ze te proberen te arresteren of aan te houden of zo? Nee, dat was absoluut niet aan de orde. Dat zou veel te gevaarlijk geweest zijn, ook voor de ontvoerders. Voor de ontvoerde mensen Heineken en Doderen. Onder het viaduct hebben de ontvoerders de zakken met geld in een kleine vrachtauto geladen. De buit is binnen. Hij gaat richting Arnhem, klopt dat?